Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag en ik ben een keer niet begonnen op maandag. Ik lig nog in bed, ik moet eigenlijk eruit. Het is 8:10 geweest en ik moet om 40 de bus pakken. Dus ik heb letterlijk een half uurtje om alles te doen. Maar dat gaat me wel lukken, want ja, Jamie zegt snel in als hij haast heeft. Dus ja, ik ga vandaag naar stage tot 5. Daarna ga ik naar huis, ga ik eten en dan weet ik wat ik ga doen. Maar gisteren wilde ik ook vloggen, maar toen is het er niet van gekomen. Het weer is waarschijnlijk net zo. Ja, ik weet niet wat het weer gaat doen. Ik trek gewoon wel gewoon een jas aan of zo. Want gisteren had ik een bomberjack aan, maar ja, het was toch net ietsjes te koud voor het jasje. En ja, ik heb trouwens een nieuw slaapshirt. Deze vond ik laatst nog in mijn kast. Ik weet niet hoe je dat zegt. Dus ik ga me omkleden en ik zie jullie zo weer. Nou, ik heb dit nog helemaal niet aan jullie verteld. Maar zoals jullie weten ga ik naar dit YouTube gathering. Maar dan kon je ook ineens meet and greet tickets bestellen. Dus ik heb er 5. Ik wilde naar 5 YouTubers. Diana, die is voor Dazzle. Girls with Problems. Croco Jill. Wanty. Of Dionna. En Sophie Milsink. En ik ga naar de volgende meet and greet. Dionna. Ik ga naar die van Jill. Ik ga die van Girls with Problems. En ik ga naar de meet and greet van Diana. Laat ook even weten in de comments naar welke meet and greets jij gaat als je naar de Dutch YouTube Gathering gaat. Ik ga heel even lekker dit stukje Oh, ik weet niet of je het goed ziet. Maar ik ga lekker dit stukje spekkoek eten. En ik heb ook deze koekjes vandaag gekocht bij de Oriental. En dat zijn de Coco Crisps. Super lekker, dus ik ga lekker een filmpje kijken en dan lekker spekkoek eten. En ondertussen chocomel drinken. Dus ik zie jullie zo weer. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Het is nu al avond, dus eigenlijk geen vrijdagochtend meer. Maar vrijdagavond. Ik zit lekker met mijn zusje op de bank. En we zitten een film te kijken. Mijn favorite film is LOL. Met Miley Cyrus, toen ze nog bruin haar had eigenlijk. Die zitten we nu te kijken. En er staat hier, we lopen in slow motion, want dat hoort zo als je populair bent. That's true. Echt, ik hou van deze film. We gaan deze film kijken en dan zie ik jullie zo meteen weer. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik ben nu al serieus wakker. Het is 6:30 en ik heb net al vlog zitten kijken. Vlogklos even chill. Het is echt niet leuk om zo vroeg al wakker te zijn. Ik ga zo meteen nog 3 uur slapen of zo proberen. Want ik heb wel nog eens nodig voor morgen. Want morgen is jam. Dus ik ga nog even een paar uur of minstens 2 uurtjes slapen. Dus dan zie ik jullie zo als ik wakker ben. Nou, zoals je kan zien lig ik nu niet meer in mijn bed, maar ik ben beneden. Het is nu ongeveer 11:55. Ik werd om 10:00 wakker. En mijn mama is lekker eitjes aan het koken. Superleuk. En ik moet goed eten, want ik voel me echt nog. Ik werd wakker, dat heb ik helemaal niet verteld, maar ik werd wakker van een misselijkheidsaanval. Heb ik nog nooit echt gehad of zo, maar ik werd ineens kotsmisselijk. En toen heb ik wat water in mijn gezicht gedouwd en whatever. En water gedronken. Vooral omdat het meestal bij mij, als ik zo'n aanval heb, dat ik te weinig vocht binnen heb gekregen die dag. En toen heb ik gelijk even water ingeknald en toen ging het weer. En ik had het ook heel erg warm en zo. Maar ik kan niet inzoomen, maar de eitjes zijn aan het koken. Dus ik moet even in de gaten houden. En ondertussen ga ik een beetje rennen. Kijk wie er ook hier is. Ginger! Hallo!
Ginger ziet zichzelf op de vlog. Ja, kijk, dat ben jij. Je bent heel erg mooi. Oké, dus ik ga even met mijn kat ver. En ondertussen is mijn moeder daar de eitjes aan het maken. Hè, mama? Ja? Nee, ik slaap maar. Doei. Hoi, goedemorgen. Het is vandaag zondag en ik ben met... Zeg je naam. En vandaag gaan we naar... Amsterdam. Ja, wat gaan we... Yay! Superleuk. En ik heb net een ticket gekocht en we staan 10 minuten te wachten op Leida. En zijn over 20 minuten in Amsterdam. En wat heb je voor een broodje gehaald, Yves? Rosbief. Met rosbief. Dus ja, het is superleuk. En ik heb er super veel zin in. Dus... En jullie gaan mee in mijn avontuur. Dus, let's go. We zijn dus nu in het hotel en ik ben nog steeds met Silly. Je hebt niet eens gezegd dat ik er was. Oh, ik was met Sylvana bij Palladium eerst. Maar... Oh. En Sylvana die is hier ook en Ines die staat daar. En we gaan zo lekker slapen in het hotel. En het hotel heet Q10 Arrive Hotel. Ik zal de naam van het hotel hier zetten. En het is echt een mooi hotel. Het zit er vlakbij het spoor. Dus... Ja. En er zitten allemaal koffieshops hier. En Sylvana is over belegen. Oh, daar is ze weer hoor. Hey. Wanneer ga jij nou eindelijk je eerste vlog uploaden? Oh nee, je bent alle beelden kwijt. Ik ben alle beelden kwijt. Ik moet heel opnieuw beginnen. En dan moet ik een goede editprogramma vinden. Dat ga jij niet doen. Ja, met de lamp te editen. En ik heb net ook Tipi voor Wine tickets gekocht bij de Melkweg. Dus yeah, met Ian. Dus ik laat jullie zo wel even de kamer zien hoe het eruit ziet. Oké, we zijn dus nu in de hotelkamer en het is letterlijk 2 bij 3. Ik dus, zei het al. Er staan zeg maar hier 2 bedden. Hallo Ian. Ja, wat wil je hebben voor... Bed nummer 1 en bed nummer 2. Daar een tv'tje, een spiegel. En dit is onze kamer. En dit is ons uitzicht. Dit is ons uitzicht. Wacht even. Misschien kan ik het hier beter laten zien. Ja, daar. Yeah. In het hotel. En dit is ons uitzicht. En daar staat een random appelsap van die. Cheers. Dat dacht ik. Zometeen komt er een duif in onze kamer. Dat vond ik echt gek. Dat is serieus mijn grootste nachtmerrie ever. Wat? Dat er een vogel naar binnen gaat, wat moet je dan doen? Verstoppen onder bed. Dat kan niet eens, kijk. Maar op zich het is best wel knus, want ik zou hier niet met z'n drieën kunnen slapen. Joh, echt waar? Jawel, want daar een luchtbed of zo. Nee joh, nee, dat is... En we hebben daar, of daar, hebben we een tv'tje. En hoeveel zin hebben we in Sean Madness? Super veel zin en ik neem mijn camera alleen niet mee, dus ik vlog gewoon de hele tijd. Wil je vloggen op mijn mobiel? Dat is wel betere kwaliteit.
I can't leave the way.
heart of getting, but I'm everywhere. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei, tot volgende week maandag.